festival. En vandaag gaan we het doen alsof we al bij BNN werken. Daarvoor moeten we eerst wat gaan knippen en plakken. Ja, uh-oh. Nou, de beveiliging van het Mediapark is ook weer van lik me vestje. Wij zijn van BNN en wij vroegen ons af, wanneer is de eerstvolgende uitzending van BNN? Weet je dat uit je hoofd? Wout, of 4 uur. Is dat? Om 4 uur? Ja. We hebben ons net aangemeld hier bij de security. Bas Kruid en Steven Kopen daar. We hebben ons dus net naar binnen geluld bij BNN Radio. Over 20 minuten begint de uitzending van Wout. Hij werkt voor BNN. Wij ook. Oké, loopt hij nog? Hallo? We zijn van hetzelfde bedrijf. We zijn van hetzelfde bedrijf, laten we er nou in. Waar is dit voor? Voor BNN. Nieuwe internetgebeuren. En jullie werken bij BNN? Ja man, de internetdivisie. Hij heeft mij wel eens gezien, want ik heb bij jou gerapt. Weet je dat nog? Ja. CMS. Hij liegt. Ja? Ja. CMS toch? Dat zeg ik net, ja. Shit. Hey, maar jullie zijn nieuw dan bij internet, want ik heb jullie nog nooit gezien. Nee, dat klopt. Laten we even een blik gaan werpen hoe het is om voor BNN radio te maken. Ja, dus die stoelen zitten lekker. Heel origineel ligt hier ook klaar en dat kan voor jou zijn. Hij sloeg me met een verrassende linkse. Oké dan, daar zijn we bij Wouter van der Goes. En ik heb het gevoel dat ik gesaboteerd word. Maar dat maakt mij niet zoveel uit. We gaan gewoon stug door. Nou, dag. Ik geloof dat hij ons weg wil hebben. Nee, nou, dit was... dit was Bas Kuit vanuit de BNN 3FM studio. Wouter, hartstikke bedankt. Graag gedaan. En tot de volgende keer. Dat hoop ik niet. Vast wel. Oké, nee, het was ontzettend leuk. Ik heb ervan genoten. Ik ook, hartelijk bedankt. Oké, we zijn hier in de BNN studio bij 3FM. Of de 3FM studio bij BNN, wat jij wil. Voor internettelevisie. Dit is de zendercoördinator van 3FM. Dus daar valt BNN ook onder. Ja, BNN is een van de grootste omroepen op 3FM, als je kijkt naar het aantal uren dat ze vullen hier. Oké, en wat is uw persoonlijke mening over hoe ze die vullen? Ze maken hele goede programma's op 3FM. En internettelevisie van BNN, als dat er komt, zou u dat gaan kijken? Dat zou ik wel gaan kijken. Sterker nog, als BNN internettelevisie zou willen maken, dan zou ik daar vanuit 3FM ook heel erg geïnteresseerd in zijn om daarin samen te werken met BNN. Oké, want dit is voor BNN's internettelevisie. Dus ik wil u... Hoe heet dat? Dit heet Visuele Verrassing. Oké. Oké, we zijn nu dus net weg bij de BNN studio. En wat mij betreft is onze opdracht geslaagd. We zijn de 3FM studio binnengekomen zonder dat we daadwerkelijk voor BNN werken. De mensen geloven alles. Ja, we zijn hier met Gijs Staverman. Even kijken of we hem snel wat vraagjes kunnen stellen. Jij bent van? Wij zijn van BNN. Oké. Waar staat BNN voor? Bart's News Network, maar tegenwoordig staat het voor Bart's Neverending News Network. Oké. Wanneer is BNN opgericht? 1996. En waarom? Gokte ik dat goed? Nee, ik zeg nog niet. Ik ga zo zeggen wat goed en wat fout is. Oké. Ik weet niet precies wanneer het is opgericht. Ik werk er nog maar heel kort voor. Oké. Goed. Leuk. Leuk voor je. Wat vind je van BNN personeelsleden in het algemeen? Er zijn er een paar die ik heel goed ken en die vind ik heel erg leuk. Ik vind BNN echt een ontzettend leuke omroep. Wat wil je van me weten? Stel nou dat iemand zich uitgeeft voor een zender en eigenlijk is dat niet zo. Wat zou jij met zo iemand doen? Ik zou weglopen, denk ik. Maar
Maar als je... Jongen. Eens kijken of je ook in een Ferrari mag rijden als je zegt dat je bij BNN werkt. Je weet het maar nooit. We zijn hier bij de Ferrari dealer in Hilversum. En ik denk dat het zeker gaat werken. Laten we even gaan vragen of we een stukje mogen rijden. Ja. Welkom bij BNN! Welkom bij BNN! Oh, uitstap.